In deze video gaan we kijken naar FlatEx, een nieuwe aanbieder op de Nederlandse markt waar je gratis kunt beleggen. We starten met een korte introductie zodat we iets meer weten over het bedrijf FlatEx op zich. Daarna gaan we kijken welke voor- en nadelen dit bedrijf heeft, bijvoorbeeld ten opzichte van de Giro om maar iets te noemen. Ook kijken we naar tips en tricks, zeg maar aandachtspunten waar je rekening mee moet houden wanneer je van FlatEx gebruik gaat maken. En we sluiten de video af met een conclusie waar we alles samenvatten en een eindoordeel geven eigenlijk. Nou, al die informatie krijg je dus in deze video, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien, abonneer je hier op het kanaal, dan mis je nooit meer een video. Maar in deze video gaan we dus kijken naar FlatEx. En zoals gezegd beginnen we deze video met een introductie van FlatEx. FlatEx is nu ongeveer 2 maanden actief op de Nederlandse markt. In Duitsland en de rest van Europa zijn ze al wat langer actief, maar zeg maar sinds juni een beetje zijn ze actief op de Nederlandse markt. Ik heb er trouwens al eerder een video over gemaakt, ik zal hem hier even linken in het hoekje. Dat waren 2 nieuwe aanbieders die gratis beleggen aanbieden. Dat is ten eerste Buckstocks, maar dat is nog niet helemaal online. Die app komt ook binnenkort. En in ieder geval in dit geval FlatEx, en dat is iets waar je al gebruik van kunt maken, waar ik ook sinds de introductie al gebruik van maak. Het is dus een nieuwe aanbieder op de Nederlandse markt, maar het is zelf een Duits bedrijf en ze houden zich ook aan de Duitse regelgeving in dit geval. Dit betekent dat sommige dingen iets anders zijn ten opzichte van de platformen waar jij gebruik van maakt, bijvoorbeeld Bink of de Giro, omdat dat natuurlijk Nederlandse bedrijven zijn. Je hebt natuurlijk Europese wetgeving, die is wat algemener, maar per land kan nog een beetje verschillen. Dan zijn de verschillen niet zo heel groot, maar het is wel interessant om te weten. Een van de dingen waar je het wel aan meldt is wanneer jij je aanmeldt. En mocht je je willen aanmelden voor FlatEx, ik zal even een linkje hieronder de video plaatsen, zodat je makkelijk kunt aanmelden bij dit bedrijf. Dus tijdens het aanmeldproces, daar kun je dus, vul je al je gegevens in. Maar wat je ook zult merken is dat je, heb ik in ieder geval voor gekozen, en ik weet niet of er een andere keuze mogelijkheid is. Ik geloof het wel trouwens. Maar via de webcam kun je eigen verificeren. Dus betekent met je ID. Dat is heel normaal blijkbaar in Duitsland, Oostenrijk, dat soort landen. Omdat het dus onder die wetgeving valt, is dat waarschijnlijk dus verplicht daar. Nou, in Nederland kennen we dat niet. Dus daar zul je merken dat het verschil van wetgeving van toepassing is. Maar over het algemeen is natuurlijk ook de Duitse wetgeving er zo op ingericht dat natuurlijk beleggers die actief zijn bij dit bedrijf beschermd worden. Nou, dat zie je in een paar dingen terug die we ook trouwens in Nederland terug zien komen. Ten eerste worden aandelen die je in dit bedrijf, ja, geld stop je erin, je koopt aandelen. Die aandelen worden in een bewaarbedrijf gestopt. Dat wil zeggen, mocht er ooit iets met FlatEx gebeuren, dan staan de aandelen buiten het bedrijf, buiten eventueel faillissement. Dus het geld dat je erin stopt, blijft eigenlijk altijd apart staan. Het is ook zo dat deze aandelen die je hebt via FlatEx niet worden uitgeleend, dus niet worden geshort eigenlijk, aangeboden aan shorters. En dat is iets anders dan bij de Giro. Bij het standaard account van de Giro kan het zo zijn dat de aandelen die jij hebt ondertussen via het bewaarbedrijf worden uitgeleend aan iemand anders. En dit kun je bij de Giro voorkomen door het Giro custody account te kiezen. Nou, meer over die opties van accounts bij de Giro maak ik in de toekomst nog een video over. Maar in ieder geval in dit geval bij FlatEx is dat niet het geval dus. Je aandelen die je hebt zullen sowieso niet worden uitgeleend. En wat ook belangrijk is om te vermelden, in dit geval FlatEx is eigenlijk een bank. Dus ze hebben de banklicentie en dit houdt in dat ze onder het depositogarantiestelsel vallen. En dat houdt weer in dat je tot 100.000 euro aan tegoeden bij dit bedrijf garanties krijgt, vergoeding krijgt mocht het ooit misgaan. Dus je kunt zeggen dat de eerste 100.000 euro die je investeert via dit bedrijf sowieso gegarandeerd terugkomt en waarschijnlijk de rest ook wel. Zoals gezegd, de waarde die je hebt in aandelen zit in een bewaarbedrijf, dus los van het andere bedrijf. Maar in ieder geval tot 100.000 euro heb je zeker 100% zekerheid. Zoals je dus kunt zien zijn er verschillen, bijvoorbeeld door die Duitse regelgeving, met aanbieders waar je misschien op dit moment gebruik van maakt. Daarom gaan we in deze video kijken naar de voor- en nadelen. En het eerste voordeel is dat het natuurlijk een nieuwe concurrent is. Deze biedt zelfs gratis beleggen aan, dus je maakt geen kosten wanneer je aandelen koopt of verkoopt. Of ETF's en dat soort dingen. Dus je kunt in principe gratis gaan beleggen. En dat is natuurlijk altijd al prima. Maar zoals gezegd is het ook weer een extra concurrent. Wat ervoor zorgt dat misschien andere aanbieders wel iets aan hun tarieven gaan doen. Dus zelfs mocht je geen klant worden van FlatEx, dan kun je misschien toch wel voordeel hebben omdat er een extra concurrent is. Een ander voordeel is dat zij gebruik maken van TradeGate. Het is eigenlijk een handelsplatform. Dus niet zo specifiek een beurs, maar staat eigenlijk naast een beurs en maakt gebruik van meerdere beurzen. En dat ze daardoor een best wel uitgebreid aanbod hebben van aandelen, fondsen, ETF's, noem het allemaal maar op. Wat een nadeel kan zijn, maar dat is voor een
kleine beperkte groep mensen is dat ze geen opties of futures aanbieden. Dat valt dus buiten het TradeGate pakket en dus kunnen ze dat niet aanbieden, maar dat is dus een specifieke groep en ik denk zeker voor mensen op mijn kanaal is dat niet van toepassing. Want zoals gezegd is TradeGate in Duitsland een platform, dit staat dus naast die bekende beurzen zoals de Euronext of dat soort dingen. En dit kan dus voordelen hebben ten opzichte van de producten die ze aan kunnen bieden. Het is natuurlijk misschien ook als nadeel dat het iets minder strikt gereguleerd wordt. En dat wil dus zeggen dat eigenlijk echte beurzen zoals de Euronext, de Nasdaq, dat soort dingen veel strenger gereguleerd worden. Maar zoals gezegd, dit is nog steeds onder het Duitse recht, onder Duitse wetgeving. Dus er is nog steeds toezicht op, alleen op een ander niveau. En het voordeel dat je dus gratis kunt beleggen, heeft eigenlijk ook een nadeel. Want vaak zul je dan zien, als iets gratis wordt aangeboden, wordt het op een andere manier verdiend, een ander verdienmodel. En vaak is dan de klant ook het product en wordt eraan de klant dus verdiend. Dus eigenlijk zul je vaak via een omweg toch betalen. En in het geval van FlatEx is het dus zo dat zij producten aanbieden vanuit het platform TradeGate. Daar krijgen zij een vergoeding voor, omdat zij die producten dus aanbieden aan de eindconsument. In Duitsland is zoiets toegestaan. In Nederland is het niet zo toegestaan dat een partij zoals bijvoorbeeld de Giro een vergoeding krijgt omdat ze producten aanbieden. En dit heeft ermee te maken dat het bedrijf waar jij klant van bent eigenlijk jouw positie moet waarborgen, omdat ze eigenlijk het beste voor jou moeten doen in plaats van geld aan jou te verdienen. Dit zie je misschien ook terugkomen op TradeGate, dus de producten die aan worden geboden aan FlatEx. Daar zul je zien dat sommige fondsen net iets anders zijn dan je gewend bent, bijvoorbeeld bij de Giro, dat ze net een andere omschrijving of een nummer hebben en waardoor er misschien daar iets meer kosten betaald. Dus betaal je het niet vooraf voor als vaste waarde, dan betaal je het misschien wel achteraf in de kosten van het aandeel, misschien bij de aankoop, maar ook misschien zeker als management fee. Dus wanneer je het aandeel of het fonds al hebt, dat je iets meer betaalt om het vast te houden. En een andere manier waar FlatEx aan verdient is wanneer klanten rood staan, dus in de min staan. Nou, dan hebben ze een rente van 7,9% op jaarbasis. Dus op die manier kunnen ze ook aan jou verdienen eigenlijk wanneer je dus geld leent van FlatEx. Maar het voordeel daartegenover is dan weer dat ten eerste je aandelen niet worden uitgeleend. Zoals gezegd, bij het standaard Giro-account is dat wel het geval. En er worden geen dividendkosten in rekening gebracht bij FlatEx. En dit is bij de Giro ook het geval. Dus je moet een beetje afwegen hoe je eigen situaties, dingen die jij belangrijk vindt, waar je mee te maken hebt. Weeg ze een beetje af tussen de twee platformen en kijk waar je misschien op jaarbasis de beste prijs hebt. En dat is ook de reden dat ik aandachtspunten of tips en tricks in deze video wil doen. Omdat er een paar punten zijn waar je op moet letten eigenlijk, of kunt letten, wanneer je aankopen doet via FlatEx. En dit zorgt ervoor dat eigenlijk een paar nadelen van hun meteen minder zijn, waardoor het dus een interessante optie kan zijn om te beginnen bij FlatEx, om het bijvoorbeeld naast je andere beleggingsaccount aan te houden, dat je meer spreiding hebt. En de eerste tip gaat dus over dit gratis beleggen. En zoals gezegd ontvangt FlatEx een vergoeding eigenlijk voor de producten die ze aanbieden. En de tip is dan ook om gebruik te gaan maken van limietorders, zodat je een limiet kunt stellen op de aankoop, het bedrag wat je wil betalen voor een aandeel, een ETF of een fonds. Want het kan zo zijn dat deze bedragen op de TradeGate handelsplatform iets afwijken van de beurs waar je normaal op zou kopen. En dit komt omdat eigenlijk op TradeGate ze iets andere prijzen kunnen hanteren dan de beurzen waar ze gebruik van maken. Op die manier ontstaat er dus een spread, een verschil. En dat kan dus heel klein zijn. Het kan ook iets oplopen. En door een limietorder in te voeren kun je in ieder geval dat risico vast een beetje indekken. En daar hangt ook eigenlijk de tweede tip een beetje mee samen. En dat is door te gaan handelen op de momenten dat de beurzen waar je het aandeel eigenlijk zou kopen geopend zijn. Want TradeGate, het handelsplatform, heeft best wel een goede openingstijd van 's ochtends vroeg tot 10 uur 's avonds, geloof ik. Maar dat wil niet zeggen dat de beurzen op dat moment ook open zijn. En juist op het moment dat beurzen gesloten zijn, maar TradeGate open is, kan het zo zijn dat zij een prijs aan gaan bieden voor een bepaald product die niet gelijk is met de beurs, dat je misschien dus meer betaalt. Nou, dat kun je dus voorkomen door juist tijdens de openingstijden van de beurs waarop je handelt. En dit is bijvoorbeeld voor de AEX tussen 9 en 5 ongeveer. Voor Amerikaanse beurzen tussen 3:30 en 10 uur 's avonds. Als je een beetje die tijden aanhoudt, dan kun je het risico dat de prijzen dus anders zijn, omdat ze dan wel actueel tegen de beurs worden gematcht. En dan kun je dus eigenlijk op die manier zorgen dat je een goede, eerlijke prijs betaalt. En dit is eigenlijk altijd van toepassing. Niet alleen bij FlatEx, maar ook bij andere aanbieders. Zorg ervoor dat je het liefste tijdens de opening van de beurs aandelen verhandelt. En het liefst eigenlijk een beetje het begin van de beurs, of net voor sluitingstijd ook nog, niet doet, zeg maar, het eerste half uur en het laatste half uur doet. Want dat zorgt ervoor dat juist op dat moment, er zijn vaak pieken die ervoor zorgen dat de prijs wat anders ligt. Maar zorg gewoon dat je gedurende de dag, ergens in het midden van de opening van de beurs, dat is vaak het beste moment om een goede, eerlijke prijs te betalen voor je aandelen
ETF's of fondsen. En daarmee komen we aan het laatste onderwerp van deze video en dat is de conclusie. Ik denk dat FlatEx zeker een interessante optie is. Zoals gezegd, het is een extra concurrent, is altijd prima. Maar zoals gezegd bieden ze ook gratis beleggen aan. Dan kan het zo zijn dat als je al een vermogen hebt opgebouwd, bijvoorbeeld bij de Giro of een andere beleggingsplatform, dat het dan niet interessant is om het over te zetten. Maar wanneer je wilt beginnen en hier dus iets op wilt gaan bouwen, dat het dan wel een interessante optie is. Zoals gezegd voldoet FlatEx niet altijd aan de Nederlandse wetgeving, maar wel aan de Duitse wetgeving, het land waar zij gevestigd zijn. En ze mogen dan ook gewoon hun producten in Nederland aanbieden. Dus de wetgeving is iets anders. Maar het is zeker niet zo dat ze dingen onwettig doen. Het zijn alleen andere wetten dan wij gewend zijn. En dat zie je bijvoorbeeld in die vergoeding die zij krijgen voor producten aanbieden. Dat is in Duitsland wel toegestaan, maar in Nederland dus niet. En dat zie je dus eventueel terugkomen in de kosten van een aandeel. Zeker zoals gezegd, als je het buiten de openingstijden van de beurs doet, dan zullen de tarieven af kunnen wijken van de onderliggende beurs. En die spread, ja, daar zou je dus wel eens misschien te veel kunnen betalen. Ook op sommige fondsen, omdat ze net iets anders zijn dan je gewend bent in Nederland, dat ze net een andere variant aanbieden, zijn de managementkosten iets hoger. Dus je betaalt gedurende het jaar iets meer. Maar dat zorgt er niet voor dat het geen interessante aanbieder is. Het zorgt er alleen voor dat je iets meer werk moet doen. Dat je iets voor onderzoek moet doen om te kijken welke producten bijvoorbeeld bij de Giro of bij Bink interessanter zijn en welke juist bij FlatEx. En dat zijn dingen die je misschien onder deze video kunt bespreken, maar ook zeker in onze Discord chat zullen we het hierover gaan hebben. Welke fondsen, welke verschillen zijn er en wat maakt het juist bij de ene interessanter of juist bij de andere aanbieder interessanter. Maar het zorgt er sowieso voor dat je weer een extra aanbieder hebt en dat je dus ook je vermogen zou kunnen spreiden. Dat je een gedeelte bij de Giro of Bink zeg maar investeert of belegt en een gedeelte via FlatEx. Ten eerste heb je dan het beste product bij de beste aanbieder en ten tweede heb je dus vermogensspreiding en dat is eigenlijk altijd wel een prima oplossing. En mijn conclusie is dan ook om eigenlijk in je eigen situatie even te kijken wat het beste voor jou is. Ik maak er zelf ook gebruik van. Ik ga er nog wat meer mee testen. Ik zal ook binnenkort nog wat meer video's maken over hoe je aandelen en dat soort dingen koopt via FlatEx. Mocht je je eigen willen aanmelden voor FlatEx, dan zal ik hieronder nog even een link plaatsen, zodat je rechtstreeks een account kunt aanmaken. Dan kun je voor jezelf kijken wat bij de Giro interessant is of wat misschien wel bij FlatEx interessant is. Maar dat het een interessante aanbieder is, dat is denk ik wel het geval. Vond je het een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je wat minder? Geef even een duimpje omlaag. Maar laat in ieder geval onder de reacties weten wat je goed vond of minder goed. Dan neem ik dat mee naar de volgende video. Zoals gezegd, als je nog vragen of opmerkingen of misschien wel tips hebt voor andere kijkers, laat die ook onder deze video achter of in onze Discord chat. Daar zijn we meer dan 200 man actief aan het praten over dit soort onderwerpen. En ben je nog geen lid van dit kanaal, maar je zit nog wel steeds te kijken, is het dus waarschijnlijk een interessante video. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's over dit soort onderwerpen. Dus persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus bijna geen lid. Abonneer hier op het kanaal. Mis je nooit meer een video, zeker wanneer je het belicoontje aanklikt. En dan zie ik je graag in de volgende video weer terug.